Hidde, eerst maar even over de wedstrijd. 1 punt beter dan niets. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het niet alleen een voorie is. Nee, zeker niet. Ik denk dat we in bepaalde fases dat er meer in zat. Alleen naar het einde toe scoren zij de 2-2 en drukken ze eigenlijk door. Ja, dan komen we nog goed weg. Dus een belangrijk puntje voor richting Twente. Alleen we kunnen nu niet echt omhoog kijken. Dat is wel zonde. Ja goed, Hendricks maakt ook geen grapjes vandaag. Nee, die haalde even zijn poot aan en daar kon ik volgens mij niet zoveel mee. Dus fantastische goal. Alleen ik denk wel dat wij daar meer druk op moeten krijgen. Want nu schiet hij helemaal vrij en dan kansloos. Nee, zeker. Hoe beleef jij een wedstrijd als deze eigenlijk, aangezien jij natuurlijk huurling bent van? Ja, het is een bijzondere wedstrijd. Vooral wat ik zeg, je kent de jongens, de trainers. En het is natuurlijk ook nog apart dat ze zondag kampioen zijn geworden. En ik beleef het eigenlijk als een iets speciale wedstrijd. Maar in het veld was daar even geen tijd voor. Dus na de wedstrijd wel. In het veld niet, maar ik kan me wel voorstellen, je kent die jongens. Ja. Appjes, filmpjes, foto's, dankjewelletjes. Voor zondag vooral. Hè. Appjes en foto's, filmpjes van het kampioenschap. En die jongens hebben een wereldtijd gehad. En ik ken ze zo goed, dus ik gun het ze van harte. Ik bedoel, voor mij was dit het beste. Ik moet zeggen, die dag was wel dubbel hoor. Want je zit... Dat wou ik net vragen, hoe is de hemelsnaam van jou? Dat moet heel raar zijn. Ja, ik woon ook nog eens in Eindhoven. En ik woon echt letterlijk aan de goede kant van de stad wel. Maar... Oh jezus, waar, welke kant is dat? Ja, dat is dus wel heel dicht bij het Stadhuisplein. En dat was denk ik hemelsbreed een meter of 300. Dus die 60.000 man stonden bij mij in de achtertuin. Maar ja, ik gun het ze van harte. Alleen het was voor mij wel, ik zat binnen een beetje om me heen te kijken. Ik denk, wij moeten nog. Dus dat was dubbel. Ja, de pils gaat niet tegen de muur aan, begrijp ik. Nee. Buiten wel, maar niet binnen bij mij. Daarover gesproken trouwens, heb je net nog even een kratje bierkoot gezet in de rust bij PSV? Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat is geen slecht idee geweest, toch? Dat ze wat gedronken hadden, bedoel je? Nou ja, bedoel, hè, ze hebben al champagnebenen, kun je er nog een beetje druk op zetten? Op zich... Was dat wel mooi geweest, denk ik. Ik weet niet of al die jongens bier drinken. Ik ben wel een bierdrinker, maar die jongens zijn toch vaak van de mixjes en zo. Dus dan moet je dat ook nog doen. Ja, daar had ik even geen tijd voor. Nou, vandaag wel of niet reden voor bier, 1 punt? We hebben wel een weekend vrij. Dus misschien dat ik wel even wat drink. Maar niet in de feestsfeer, maar gewoon dat ik het lekker vind. 2 finales en 1 belangrijke derby nog, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat we toch wel kansen gaan krijgen. En even afwachten wat Sparta en NAC nou doen. Dus afwachten. Succes daar. En alle vertrouwen nog bij PSV? Wat zei je, sorry? Heb je nog alle vertrouwen in bij PSV? Ja hoor, zeker. Ik ben voor lang vastgelegd en dat is ook het beleid nog steeds. En we zien wel wat er gebeurt. Ik doe hier nu hard mijn best en dan na de zomer weer terug.